EA Sports. It's in the game. Welkom dames en heren, er staat vandaag een interland op het programma en we wensen u heel veel plezier bij de wedstrijd. Deze twee ploegen ontlopen elkaar nauwelijks in verwacht een erg spannende wedstrijd. Ja, dit kan een mooie wedstrijd worden. Genoeg gepraat over deze wedstrijd, we gaan hem nu gewoon bekijken. Robben aan de bal. Nu moeten ze counteren. Ja, hij schiet. Daar is hij dan. Kijk eens hoe prachtig het eerste schot van de wedstrijd gaat. Feilloos het doel in. Goed gespeeld, goede uitbraak en een doelpunt. Het eerste doelpunt vandaag. Khedira. Özil. Het is Robben. Heel sterk gespeeld hoor. Hij staat precies op de juiste plek om het gevaar te stoppen. Özil. En nu kunnen ze counteren. Dirk Kuyt is niet precies genoeg.
Dat zag er gevaarlijk uit, maar de bal wordt onderschept. Gomez. Müller. Mogelijk een goede kans hier. Ja, en nu? Müller. Oei, hij durft. Een slijding in het strafschopgebied. Dat loopt goed af. Oh, dat is mooi op de vleugel gepaast. Loopt gesmeerd. Ziet er gevaarlijk uit. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Prima voorzet. Kopbal. Paniek bij de verdediger. Maar hij weet die bal toch weg te werken. Heitinga steekt er een stokje voor. Kuit heeft hem. Ja, voorzetten nu. Inworp op een mooie plek. Een lange ingooi. Zou wel eens voor vuurwerk in het strafschopgebied kunnen gaan zorgen. Ja. Oh! De bal wordt neergelegd voor een doeltrap voor Duitsland. Schweinsteiger. Deze man is in mijn ogen de ultieme spelverdeler. De droom van elke aanvaller. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, en nu? Geweldige snoepduik. Blijf kijken. We zaten allemaal op het puntje van onze stoel, maar dat hoeft nu niet meer. De aanval is gestopt. Maakt de slijding. Gomez. Oei, als die bal was aangekomen. De Jong. Probleemloos rondgespeeld. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Daar bewijst hij zijn ploeg een grote dienst. Zijn dag is weer goed. Van der Vaart. Tekt hij hem naar de verkeerde kant. Een corner. En wie gaat hem nemen? In het wilde weg uitverdedigd. Gomez. Komt in met een sliding. Duitsland gaat op zoek naar een doelpunt. Maar de tegenstander heeft de bal alweer teruggepakt. En dus loopt deze aanval op niets uit. Sneijder aan de bal. Khedira. Gomez. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. Ja, en nu? Die bal wordt nog net onderschept. Dat kan gevaarlijk worden, want hij scoort erg makkelijk. Hij gaat uitstekend langs de man. Ben benieuwd naar het vervolg. Schweinsteiger. Gomez. Die bal wordt onderschept. Een goede counterkans nu. De tegenaanval wordt afgeslagen. Het wachten is op een nieuwe kans. Hij zoekt naar ondersteuning. Prachtig staaltje voetbal. Die aanval wordt onderbroken. We zien of ze nu kunnen counteren. Hij vindt een medespeler. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Schweinsteiger. Khedira. Hij grijpt in met de sliding. Özil.
Hij speelt hem goed af. Er zijn spelers mee. Het zag er veelbelovend uit, maar deze aanval wordt afgeslagen. Van der Vaart. Dit is Sneijder. Ja, hij vindt een medespeler. Hij heeft de bal alweer te pakken. Ze waren hem kwijt, maar hij veroverde hem erin. De eerste helft is gespeeld en de stand is 1-0. Weinig doelpunten in de eerste helft, Jury. Ja, dat is wel jammer. De bal rolt alweer, terwijl sommige fans nog een plaatsje zoeken in de Amsterdam Arena. Matthijssen. Sneijder heeft de bal. Ze krijgen een ingooi. Müller. Özil. Gomez. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Nou, dat was te voorbarig. De aanval is alweer afgeslagen. Met de tegenstanders nu in balbezit. Robben. Nou, hij gaat schieten of probeert hij toch nog dichterbij te komen? Mooie paas. Aanval de kop ingedrukt. Die paas wordt doorzien. Prima paas. Van der Vaart. Ja, en loeihard. Een gevaarlijke situatie. Hij heeft de ruimte. Lekker combinatiespel. Ja, en nu? Als hij weg is weg, zal hij wel gedacht hebben. Heitinga. De Jong. Ja, en nu? Hij neemt hem. En dat schot bereikt het doel niet. De bal wordt tegengehouden. Houdt die bal bezit? Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Die bal wordt buitenspel. De Jong. Persie. Müller. Gomez. En nu kunnen ze counteren. Dit moet hem zijn. Hij ging er met de bal vandoor, maar werd achterhaald. Bal kwijt dus. De Jong. Mogelijk een goede kans hier. Achterhoede in de problemen. Ja, en hij doet het. De verdediger blokkeert dat schot. Özil. Gomez. Schweinsteiger. Mooie paas, zeg. Hij kiest voor een sliding. Goed afgespeeld die bal, hoor. Oeh, dat stagneert. Persie. Dat was een opmerkelijk incident, zullen we maar zeggen. Kan tot een kaart leiden. Gele kaart. Ja, nu moet hij uitkijken, Evert, want het team kan deze makkelijk scorende speler niet missen.
Er hangt hier een uitstekende sfeer in het stadion. Het thuisspelende team doet het goed en het publiek leeft ook echt met ze mee. Ja, en als ze zo blijven spelen, dan wordt het straks één groot feest hier, Evert. Bessie. Nou, dat kan gevaarlijk worden. Gaat hij schieten? Weg is weg, zal hij wel gedacht hebben. Bal is uit, ze mogen ingooien. Heitinga. Van de Vaart. En ook dit is weer zo'n uitstekende paas. Bessie. Dat was gruwelijk mooi. Hummels. Gomez. Van de Vaart. Nou, daar zullen ze ploeggenoten hem dankbaar voor zijn. Uitstekend verdedigend werk. Sneijder aan de bal. Schweinsteiger. Hij zag hem vrij staan. Als hij goed om zich heen heeft gekeken, dan ziet hij dat er een ploeggenoot mee is. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Op de rechterflank is steun. Doet hij het? Goed gepakt, keeper. Goede paas op zijn medespeler. Gaat hij zelf of geeft hij hem af? Ja, en nu? Hij gaat ervoor. Goed bij goed. Brengt de bal terug in de ploeg. Özil. Heel. Bessie. Nee, krachtpaasje, maar net te weinig kracht. Ja, prima paas, hè. Giddy. De scheidsrechter fluit. Het zit erop. Belangrijke wedstrijd, Jury. Ja, belangrijk. Twee teams die niet voor elkaar onderdoen. Rivalen. Ja, zeer belangrijk dat we zo'n wedstrijd doen. Nou, het was een geweldige wedstrijd. Dit was even ten Apel en ik wens u een goede avond.